Ik heb een paar keer de asfaltweg op en neer gedaan. Dat ging goed hoor. 70 haalde die sowieso wel. Een hele goede dag, dames en heren. Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Mike en ik ben echt super enthousiast. Want ik heb namelijk vandaag een belletje gekregen dat de scooter eindelijk klaar is. Hij loopt goed, heb ik gehoord. We gaan er straks gewoon gelijk naartoe. Ik heb mijn helm al gepakt. En dan gaan we bij Fabienne in de auto gaan we daarheen. Let's go, eindelijk picking up the zip. It's some fucking wheelie time. Och, dames en heren, ik zit hier echt in de auto als een klein kind te wachten op mijn speelgoed. Wajo, hij staat er al. Ja. Daar is hij, dames en heren. Hij blinkt er wel een beetje uit, hè, zo. Ja, ik ga hem gelijk even omkeren. Laat nu ook even kijken. Ja, dat is goed. Helemaal top, man. Ik ben ook echt heel benieuwd hoe die loopt. Ja, inderdaad. Oh, blijft die mooi, hè. Oei. Ja, maar nou is hij echt rijdbaar, hè. nou staat hij niet alleen thuis, maar nu kan ik er ook echt mee rijden. Echt, hè. Nou, welke wil jij hebben? Zoek maar rennen. Ik wil die. Van deze. It's mine. Oké. Buitenom deze, een andere scooter van deze, vandaag nu hier, rijd nou, moest pakken. Welke zou je dan pakken? Ja, het moet wel een beetje een vrouwenscooter. Wat dit? Kijk, deze zelf, Philipplein. Wat dit? Die van alles die hier buiten staat. Ja, ik denk dat die ook wel het meest bij je past, hoor. Ja. En anders die, naast jou. Dingen. Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Dat zijn wel de twee mooiste die hier staan. Ja, voor dames wel. Ja, nee, zeker. Eigenlijk moet ik hem ook gewoon deze kleur laten. Tuurlijk. Maar eerlijk, dames en heren, hier moet wel een Angel Eye in. Hier moet echt een hele mooie Angel Eye in. Welke zijn gedachten dan? Als je hem anders zou willen doen. Hetzelfde als mijn auto. Als ik mijn auto laat rappen, dat ik deze mee laat rappen. Nou, dat zien we dan wel weer. Voor nu genieten we nog even dat van waar, dit. Dat is waar. De 50-50 look, mensen. Voor nu genieten we nog even van dit, want je hebt er nog niet eens fatsoenlijk mee kunnen rijden, dus... Nee. En dan later kijken we wel. Ja, nee, dat vind ik een heel goed plan. Had je er nog voor de rest moeite mee met afstellen? Of? Nee, eigenlijk had ik die van 58 en die er eerder aan. Dat was eigenlijk gelijk raak. Wajo. Dus dat was wel fijn. Nou, echt als je weet wat voor uren ik eraan besteed heb met een paar maten van me, dat echt, had ik het eigenlijk eerder moeten doen, hè? Ja. Anders stort maar gelijk lekker mee crossen. Ja? Ik heb een paar keer de asfaltweg op en neer gedaan. Dat ging goed hoor. 70 haalde die sowieso wel. Ja. Ik weet niet of dat teller ook echt klopt. Maar... Ja, nou ja, ik weet dat hij niet standaard 50 gaat. Laat ik het daarop houden. Nou ja, dat is prima, joh. Ja. Kom maar eens even afrekenen. Ik ben wel blij dat hij het doet. Ik heb echt 2 maanden denk ik in die tuin gestaan. Dan koop je hem, dan loopt hij in elkaar net als je hem gekocht hebt. En dan kun je alsnog niet meer rijden. En dan denk je, nou weet je wat, voordat ik hem naar een scooterzaak breng, dan probeer ik dat wel weer eventjes zelf. Een paar vrienden erbij, maar nee, dat is gewoon niet gegaan. Sommige dingen moet je gewoon aan de specialist overlaten. Ja, het zelf sleutelen is leuker. Dat wel. Jij bent beter in auto's sleutelen. Ja, ik ben handig in. Ik ben handig in auto's dan in scooters. Nou Erik, ik ben hartstikke blij. Dankjewel. Dan. Hey, fijne dag werk ze nog, hè? Hey. We zien hem natuurlijk aan. Nou, of niet, hè? Is je tank niet bijna leeg? Ja, ik denk dat we nog wel even moeten tanken, inderdaad. Nou, dit gaat je, hoor. Hij trekt
trekt echt lekker op, hè. Ja? Hij trekt echt hard op. Hij klinkt ook wel weer beter dan dat het was. Ja, dames en heren. Hij loopt weer en daar ben ik echt super blij mee. Allemaal dankzij Loods 41. Een grote shout-out naar Loods 41 die mijn scooter heeft gemaakt. En echt voor een prima product. Oh, oké. Okay. Dat was mijn bril. Echt, het zijn super goede gasten. Hartstikke ervaren. En ze hebben het hartstikke snel gedaan. En dat voor een hele mooie prijs. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Nogmaals, grote shout-out naar Loods 41. Eerst even tanken. Zo, gaan we maar even wat wheelies doen. Hè? Ja. Wat dit is de eerste keer dat ik mijn scooter screep, hè? Echt? Omdat hij een goede wheelies kan doen. En omdat hij goed rijdt. Ja, omdat hij goed rijdt, kan ik goed wheelies doen. Wheelies! Dit, dames en heren, ding loopt echt vers. Oh, ik ben zo blij met Loods 41 dat ze hem zo goed gemaakt hebben. Eindelijk kan ik weer wheelies doen. En zodra deze is ingereden, kan ik er ook mee naar werk. Bespaart me weer benzine met de auto's. Maar vooral, dan kan ik lekker wheelien naar werk. Nee, echt leuk, man. Zo, alleen, ik kwam hier ook net aan, dus thuis. En toen vroeg ik mijn ding af eigenlijk. Zou de Zip sneller zijn dan de auto van Fabienne? Zou de Zip sneller zijn dan de Atos? Dames en heren, wij gaan dit uitproberen. Wij gaan even een rustig weggetje opzoeken en dan gaan we eens even kijken welke sneller is. Ik denk dat Mike wel sneller is in optrek, hoor, dan mijn auto. Dat zeg ik ook wel. Hij zei, ja, dat is wel 50cc. Ik zeg, ja, maar hier scooter die snel. Ja. En licht. Ja. Hyundai versus Zip, jongen! 3, 2, 1. Hij trok hem wel sneller weg dan dat ik deed. Ja.
Oké, als je hem nou hier even straks omgooit. Ja. En dan gaan we onderaan de heuvel en dan gaan we die kant op. Oké, ga je nou buiten de auto staan? En dan ben jij degene die afzegt, hè? 3. Hoorde jij Vince? Hoorde jij Vince wel af? Mijn reactie was veel later dan dat jouw was. Daarom was ik niet, maar maakt niet uit, joh. Zo, dames en heren, we zijn weer terug bij huis. Oh, basie. Echt, jongen. Ik ben echt blij met die scooter. Ik ben blij dat hij het goed doet. Nu kan ik eindelijk goed mijn wheelies oefenen. Ik kan op zich aardig wheelies, maar ik kan natuurlijk beter en beter. Maar ja, dames en heren, zoals jullie zelf zagen, Atos versus Zip. Atos wint gewoon. De tweede keer dat Fabienne wegtrok, had ze een minder snelle reactievermogen, waardoor ik wel eerder wegtrok. Maar in principe, als je het gaat vergelijken, als de Zip en de Atos exact op dezelfde moment vertrekken, wint de Atos dus. Maar het scheelt niet veel. Het scheelt niet veel. Maar goed, het is ook een auto met weinig vermogen. Een scooter is licht. Het is een tweetak, trek snel op. Ik snap het wel, maar holy shit, het was wel even leuk om te doen. Ik weet dat nou dat omdat de Atos sneller is dan de Zip, dat mijn micro ook sowieso sneller is. Dus daar hoef ik het niet mee te proberen. Maar de Atos versus de Micra, dat zou nog eens als een uitdaging kunnen worden. 60 pk tegen 54 pk. Dat zou nog wel eens een keer interessant kunnen worden. Maar goed, dames en heren. Ontzettend leuk dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan even hier beneden. Like, subscribe, deel, doe wat je wil. En hopelijk zie ik volgende week weer bij een gloednieuwe video. Take it easy en tot de volgende keer. Doei doei!